Het geheim van de vrijmetselarij heeft geen betekenis van of in zichzelf. Het geheim van de vrijmetselarij is de betekenis die jij eraan kunt geven. Het leven is een mogelijkheid om betekenis te creëren. Betekenis kan niet worden ontdekt, het moet gecreëerd worden. Je vindt betekenis alleen als je het zelf schept. Het ligt niet ergens verscholen in een of ander schuurtje, doordat je met wat zoeken dichter en dichter in de buurt van het geheim komt. Het is niet zoiets als een oude kist die je zou kunnen vinden. Betekenis is als een gedicht. Het moet gecomponeerd worden. Het is een lied dat gezongen moet worden. Het is een dans die gedanst moet worden. Zoveel mensen, zoveel broeders, leven een verward bestaan omdat ze denken dat het geheim kan worden ontdekt. Alsof het er al zou zijn. Dat je enkel maar een gordijn opzij moet schuiven. En zie daar, het geheim is gevonden. Weet je wie het gevonden heeft? Een Boeddha heeft het gevonden. Een Christus heeft het gevonden. Een meester Eckhart heeft het gevonden. Een Ruusbrock, die hebben het gevonden. Want die hebben het gecreëerd. En het is maar goed dat het geheim niet kan worden ontdekt. Want als iemand zo ver zou zijn gekomen, als hij die kist gevonden zou hebben, dan zou er geen noodzaak meer zijn voor anderen om het te ontdekken. En dat is het verschil tussen de betekenis van empirische ontdekkingen en die van spirituele ervaringen. Om de relativiteitstheorie van Einstein te kunnen begrijpen, hoef je geen Einstein te worden. Met wat intelligentie kun je het vatten. Maar om de betekenis van een Franciscus te vatten, moet je zelf een Franciscus worden. Minder zal niet gaan. Je zult het zelf moeten creëren. Vaak gebeurt het dat men zoekt naar een betekenis, omdat je al tot een verwachting bent gekomen. En vanuit de verwachting komt de zoektocht. Je hebt voor jezelf al uitgemaakt welke betekenis gevonden zal worden. En dan blijkt dat je toch niet dat vinden kan. De kwestie moet zuiver zijn, zonder verwachtingen, zonder conclusies, zonder een enkel a priori. Elke maçon zal zelf de opperbouwmeester des heelals moeten baren. Betekenis, waarheid. Elke maçon zal zwanger moeten worden en door de geboortepijnen heen moeten. En iedereen zal het met zijn eigen bloed moeten voeden, alleen dan zal men het geheim kunnen vinden. Het geheim zal niet gevonden worden door passief door de ritualen te gaan. Ritualen verbergen geen kist die gevonden kan worden. Ritualen zijn werktuigen die de creativiteit kunnen stimuleren om vanuit daaruit zelf de betekenis te creëren die het geheim onthult. Geniet van de mens die een lied uit het niets heeft geschapen. Geniet van de beeldhouwer. Geniet van de muzikus, omdat hij zo wonderbaarlijk mooi op zijn fluit speelt. Geniet van de man die nieuwe rozen heeft gecultiveerd. Door hem is de wereld er mooier op geworden. Dus, geniet van de rituelen, omdat zij zo wonderschoon zijn. Betekenis ontstaat uit creativiteit. De mens, dus ook de vrijmetselaar,
zou meer poëtisch moeten worden, meer esthetisch bewust, meer open en kwetsbaar.